Dames en heren, het is zover, want we gaan weer op een horrortrip. En ik ben benieuwd, we gaan naar Oostenrijk. En dan zou je denken, ga je nu skiën? Nee, we gaan niet skiën, want dat zou eigenlijk te leuk zijn. Maar we gaan naar Krampus. En Krampus is dus een oud soort van, een oude traditie in Oostenrijk, in Duitsland. En het is een soort van horror Sinterklaas. Dus dat klinkt fantastisch, toch? Oeh. Het zou gek zijn als ik een keer op tijd zou zijn, jongens. Potjandorie, ik ga weer een keer met de bus. We hebben het gehaald, jongens. Ik moest eventjes rennen. Maar gelukkig had het zin, want Stefan die stuurt mij net een berichtje. De vlucht is vertraagd. Stefan die stuurt net een berichtje dat hij in de file staat. En we moeten volgens mij over een half uur of zo moeten we al boarden, of over een uur. Dus het gaat weer fantastisch. Wel bizar eigenlijk dat ik als enige op tijd ben. Normaal gesproken ben ik altijd degene die te laat is. Maar deze keer is het omgedraaid en ben ik gewoon op tijd. Het is echt niet normaal. We gaan nu naar de lounge, Bill. Hey, mannen. Hey, we gaan naar Shisha lounge. Wat? Uh-huh. Shisha lounge? Nee, fuck. De lounge komt erin. Gewoon chillen lounge. Eet lounge. Maar goed, we zijn er. Yes. Iedereen is op tijd. En we gaan nog eventjes gezellig chillen. En we gaan even een broodje eten. Want ik heb trek. Jij was als eerst. Ik was als eerst. Maar meestal ben ik dus degene die altijd te laat is. Echt? Ja. Dus moet je nagaan. Wow, ik ben degene meestal die altijd te laat is. Nu was ik altijd te laat. Ik zie hier Stefan de Vries. Even niet. We hebben dus een vertraging, jongens. We moeten pas om 1 uur. Gaan we pas om 1 uur vliegen of boarden om 1 uur? Volgens mij boarden om 1 uur. Ja, hij is wel echt vertraagd. Ja, dat is niet fijn. Maar gelukkig zijn we op tijd. Zo kan je het ook zien. Dat is waar. Dus eigenlijk hebben we lopen stressen om niks. Ik heb nog gerend voor de bus. Ja, dat had ook niet gehoeven. Nee, dat had allemaal niet gehoeven. Maar dat überhaupt niet gehoeven. Anders was ik te laat. Nee. Wel? Nee. We waren echt op tijd. Soms al was het vliegtuig niet vertraagd, maar alsnog heel erg op tijd. En dat gevoel had ik dus echt totaal niet. Ja, dat was wel zo. Oké, Stefan. We mogen eindelijk het vliegtuig in. Nou, nog niet eigenlijk, maar... Waarom word ik nou ook weer gefilmd? Ik moest een meenemen voor jou, Steve. Ja, dat is wel. Ik zeg toch ook niks. Oké. We gaan eindelijk het vliegtuig in. Wel een goede vertraging, maar let's go. Zijn jullie onder druk met twee camera's? Oh, hij is boos nu, hè? Hij is boos. Ik zei net dat we het vliegtuig ingingen en dat we om 1 uur zouden vliegen. Nou, mooi niet. Leugenaar. Want het is weer vertraagd. 3:15. Hé, we hadden, ik denk serieus, beter met de auto kunnen gaan. Want dan waren we er nu al geweest. Hoe snel rij jij? Fucking snel. Ja. Ja. Bro, niet normaal. We waren hier om 9 uur. Oké. Okay. En vliegen om 3:15. Het is nu 2 uur. Dus München ver? Verder dan 5 uurtjes rijden. Huh? Dan waren we er nog niet geweest. Hij heeft een bedmobiel. Dat sowieso. Ja, yeah. Dat sowieso. Kijk, zal ik kijken hoe lang naar München? Ja, doe jij eens even kijken. Hoe lang is het rijden naar München? Volgens mij 8 uur of zo. Zonder te stoppen. Wij zouden ook echt niet stoppen. Hé, hey, echt moet ik naar München toe. We gaan daar naartoe, toch? Laten we kijken of zo'n adres daar is. Bro, ze hebben mijn geld gestolen. Wat? Hebben jullie dat wel eens? 9 uur. 9 uur? Wauw, nee, dan waren we er nog niet geweest. Het zijn dus zeg maar online toch zeg maar van die bedrijven die dan een soort van kleine bedragen uit je rekening halen soms. Ik heb die gehad. Ik heb ermee te maken gehad. Ja, het komt uit München. Ik had die adres opgezocht. We kunnen ze pakken. Ja. We hebben het Steven mee nu. Als we er toch zo meteen zijn. Ja, we gaan gewoon mijn eigen Piet Peter en de Vries houden. Ik ben Steven. Snap je? Dat is de naam. Steven Vries, ja. Hallo. Mijn naam is Raymond. Steven Erfens. Dit is bizar. Dit is bizar. Bro, besef je wel wat we gaan doen? We gaan gewoon vliegen naar een ander land om demonen te zoeken, bro. Het is anders wel Ghost Hunters, hè? Ja, wij zijn Demon Slayers. Campus. Gelukkig zit wel in het vliegtuig, dat is top. Het is gewoon vroeg, wat zeg jij? Zeg maar, als je hier 9 uur bent en je vertrekt pas om 4 uur, is gewoon vroeg. Ja, en wat is laat? Ik wilde eigenlijk wel iets later nog vertrekken. Ja, ik ook, ik vind het veel te vroeg. Ik zei net tegen hem. Laat ons hier zitten en zeg dat we 10 minuten wachten, maar je bedoelt eigenlijk een uur. Kijk, het is niet heel erg dat we nu al weggaan, maar het is wel chiller geweest als het nog iets langer duurt. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Het duurde echt niet zo lang, man. Nee. Gewoon dat je niks hoort? Huh? Niet de muziek. Nee, dit is voor die druk. Pas we opstijgen, voel je zo druk toch? Mijn oren gaan helemaal kapot daarvan. En dit helpt? Ja. Weet je wat jij moet doen? Deze. Dat doe ik daarna, maar mijn oren waren gewoon maanden verstopt nog. Hè. Yep. Maar waar is het uiteindelijk? Ja, ik had ze heel gevonden. Oh, lag gewoon onder de bank op die tijd. Ergens bro, waar niet meer? En ik heb nooit eerder meegemaakt dat er gewoon een land en dat ze zeggen, ze hadden ons hier niet verwacht. Dus er is niemand om de deur open te doen. Dit is echt heel lijp. En dat roept hij ook echt letterlijk net om. Hij zegt, joh, er is geen personeel, dus we kunnen er niet uit. Ja, het eindpunt was gewoon, ja, er is gewoon niemand hier. Ja. Oh. We zijn er. Dames en heren, we zijn officieel aangekomen na 9 uur. Potjandorie. Het is koud. Hey, sneeuw daar. Hey. Overal is sneeuw. Maar ik ben goed voorbereid. Let's go. Ja, een mooie temperatuur. -12. Ik vind het top. Ik ben ook wel echt blij dat ik gewoon lekker dikke kousen mee heb genomen.
bro. Lekker warme sokken en zo. Huh? Hoe dan? Mijn longen bevriezen van dit. Je longen bevriezen? Ja. Mm-hmm. Deze man heeft vandaag oprecht al 10 theetjes op. Bro, ik ben verkouden, neef. 10 Zorg voor jezelf. Ja, maar Durek Joel is wel echt een andere Joel. Snap je? Dit is wel echt... Het is andere energy, bro. Ja. Maar sorry, echt lijp. Relax je body even net. Wat? Hij lijkt echt op een Turk zo, hoor. Met die Louis Vuitton, Sean, Durek en zo. Ja, relax je body, hè. Wat zegt hij allemaal? Wat zeg jij allemaal? Body. Relax. Oh. Je. Body. Body. Broer, ik pak jou. Gozer, jij bent ook nu al een half uur je theezakje in. Bro, is dat jouw probleem? Is dat jouw probleem? Waarom let je op mij? Het stoort me. Het stoort me echt. Hier, je zit hier bij mij. Hier. Ga op je telefoon, bro. Ga schaken of zo. Broer, we zitten binnen. Doe je jas uit. Nee. Nu hou ik het helemaal aan. Door jou gewoon. Ik heb mijn zoomlens erop, dus ik heb geen wide angle. Vandaar dit shot. Maar we hebben net te horen gekregen dat onze terugvlucht is gecanceld. Oh, tantoe veel sneeuw. Tantoe wordt dood. Bij ons hebben we sneeuw, maar die smelt al, zeg maar. In Nederland. Ja, daar ligt, bij ons in Nederland ligt nu ook sneeuw. Maar die is een beetje gesmolten gelijk. Ja, omdat de grond is te warm. Mijn longen bevriezen, bro. Steven loopt met die lange benen van hem altijd veel sneller dan ons. Nu pepermunt eten, hè? Oh, geen poulet. Pepermunt met water. We gaan nu naar de rental, want we hebben een auto gehuurd. En dan rijden we van München naar Salzburg. Let's go. Dames en heren, jongens en meiden, we zitten in de auto. En wat voor een. Dit is wel een bizar ding, hè? Dat is wel een mooi ding, hoor. Ja, dat is een mooi ding. Allemaal leuke lampjes zo. Het is dus een Link & Co. Ja. Ik moet zeggen, het staat je ook wel. Ja, zo? Ja, nee, het staat je wel. Zo? Ja, het staat je. Ja, zeker. Zeker. Dankjewel. Let's go naar Salzburg. Nou, we zijn in Salzburg. Salzburg? Salzburg. Ja, je ziet het wel, hè, jongens. Alle bomen zijn hier wit. De weg is wit. Hey, Tadjula. Vind je het ook echt chill dat Vincent gewoon het raam open heeft? Zeg maar met dit weer. Hoezo? Is het koud? Bro, random. Heb je het koud? En dan moet je het gewoon zeggen, hè? Als je het koud hebt, moet je het gewoon zeggen. Bro, ik vroeg me gewoon af waarom dat deed. Ik dacht misschien bij het raam spugen, weet ik veel. Waarom? Wat is de reden? Nou, ik heb het gewoon een beetje warm. Wat? Doe die raam alsjeblieft dicht. Vind je niet lekker? Bro, je vroeg of ik het wou vragen. Ik heb het gevraagd, doe het dicht. Even een shotje maken, hoor. Ja, ik weet wel wat je doet. Wat? Kijk, er ligt allemaal sneeuw op die draden. Hey, what the fuck, er ligt allemaal sneeuw op die draden. Lijkt zo'n spinnenweb. Hey, lijkt zo'n spinnenweb. Ik snap echt dat drama op de Ik snap echt wel dat... Ja, hij is raar, hè? Huh? Hij is echt vermoeiend. Hij is raar, bro. Hij is echt vermoeiend. Hoezo ben ik vermoeiend? Omdat je dit soort dingen doet. Ik ben totaal niet vermoeiend. Nog steeds de raam niet dicht gedaan, zeg maar. Oké. Kleine boeken. Oké. Hoppa. Zo. Blij? Ja, jij wou mijn stangen. Ik ga het weer wel. Ik krijg je wel door. Je bent gek, hè? Je bent gek. Yo, gasten. Het raam staat weer open. Goed gedaan, Vincent. I like it when the windows open, you know. Vincent, hey. Ik ben al niet lekker, hè, bro. Ik weet niet wat ik moet doen. Hey, we kunnen hier helemaal niet in. Kijk, Ford, guys. Dit is een Ford. Hey bro, doe die raam dicht, man. Bro, jank niet zo. Ik maak even een mooi shotje van dat Ford. Ik ben toch al niet lekker, gaf. Ford. Ja, maar dan mag jou niet, kan je ook niet naar buiten straks. Jij blijft dan in de auto zitten. Ja, dan gaat toch in de auto zitten. Niet ik die de camera heeft neergezet en nu terugloopt met de auto. What up, Salzburg? Dit was echt... Op een minst slaap, bro. Hey, wat een stad, hè. Wat een stad. Dit is echt niet normaal. Gelukkig heb ik voor de sok aan. Yo guys, we're in it! Hey, what's up? Hey, what's up? We're in it! What's up, papa? Potjan Dori zeg, wat is het hier leuk? Wat gezellig. Officieel mag je dus niet op straat lopen. Want dan, dan wordt meneer Krampus. Hier wel. Hier in Salzburg doen ze daar niet aan. Hier zijn ze mild. Ja. Wil je zien hoe wij worden aangevallen straks? Moet je Steve's video gaan kijken. Ik geef altijd gewoon shout-out naar kleinere kanalen. Vind ik altijd wel gewoon netjes. Thanks, bro. Ja, dat vind ik leuk, man. Gewoon een beetje, je moet de kleine mensen supporten ook. Ja, dat waardeer ik. Dat je me echt ziet, gewoon. Voor de mensen die mijn vlogs hebben gekeken, die toen ik nog zeg maar echt dagelijks vlogde, die weten dat ik echt van de berg hou, man. En van kou. Ik vind dat heerlijk. Ik kom voor kou hier naartoe, gewoon. Maar heb je het naar je zin?
zeg maar. Oh ja, zeker, dat wel. En we zijn er toch, we moeten er best van maken toch? Sowieso, want ik vind dat dus, wel echt een... Kapoes, hoe bist toe? Ik vind dat wel een hele mooie instelling. Nou jongens, we gaan eens even naar de kamer. Dan gaan we eventjes onze spulletjes droppen en dan gaan we misschien nog eventjes een rondje lopen. Want misschien dat we nog even ergens een drankje gaan doen, gezellig. Ik vind het wel een soort van schattige kamer. Ja, het is wel leuk toch? En ik hoor je echt gewoon de hele avond... Ik wil je ook niet horen. Bro, de hele avond wil ik je gewoon niet horen. Ik wil je ook niet horen. Wil je stem niet horen? Nee, je hoeft ook niet te ademen, hè? Bro, luister, doe niet zo... Waarom doe je zo flauw tegen mij? Wat zeg je? Waarom doe je zo flauw tegen mij? Jij liegt, bro. Jij doet echt al sof. Nee, je doet echt flauw tegen me. Dit is echt vies. Nee, je doet echt... Dit is echt nee, vies je doet echt flauw tegen me. Waarom lach je? Waarom begin je te lachen? Wow. Ben je zo eentje? Joël die gaat hier in een wat groter bed, omdat hij aan janken was. En Steven en ik gaan hier slapen, jongens. Good morning, guys. What a day to be alive. Hey, good morning. Wat leuk, jongens. We gaan Oostenrijk nu eventjes zien met... Good morning to you, the bird. Hey, ik hoor hier geen vogels. Normaal is het zo vroeg voor je. Het is niet vroeg. Het is 10:30 of zo. Oh, het is avond, hè? Nee, het is 10:30 ochtends. Wat is vroeg voor jou dan? Wanneer is het? Het is nog steeds ochtend, kill. 8:00 is vroeg. Maar goed, jongens, het is nu wel leuk. Want gisteren hebben we natuurlijk niet gezien waar we eigenlijk zitten. Maar we zijn helemaal omringd met bergen, want we zijn in Oostenrijk. Wow. Ja, het is bizar. Lep. Het is nog steeds koud. Lep. Wow, look at this. We zijn in de Alpen. Zijn het officieel al de Alpen eigenlijk? Zeker. Dat wist jij? Ja man, Alpen. Net Alpen aan de Rijn. Alpen aan de Rijn. Oh, dit is die Brut Wild Bread. Jongens, we zitten nu in een leuk tentje waar we lekker ontbijtje zijn gaan halen. Een lekker cappuccinootje en een omeletburger. Maar kijk, het ziet er goed uit. Bijzonder, hè? Ja, dit ziet er goed uit. Ja, it looks like it might be. En een omeletburger ook. Hey jongens, eet smakelijk. Smakelijk. Joh. Mijn Duits is koud en slecht. Ja? Maar ik kook geen donkere mensen die Duits kunnen. Joh. Die zijn er vast wel. Zeg je? Die zijn er vast wel. Ja, ik heb een paar gezien. Echt? Ja. Ik zei fucka brute. Wes geest u heen? Is gay naar Oslo. En that's it. We hebben maar twee mensen. Het zijn echt voor mensen hier. Ik heb maar twee brothers gezien. Damn bro. We zijn eventjes door de stad aan het lopen. We staan er bijna een of andere gek waterrad. Maar we gaan straks naar boven en daar is het fort of kasteel. En dan hebben we als het goed is uitzicht over de stad. Dus dat is wel leuk. Dus daar gaan we zo heen. Kijk nou eens even, een super schattige kerstmarkt. Wat leuk joh. Hey. Wat gezellig jongens. Dat is wel echt het leuke van in de bergen zijn. Al die leuke kerstmarktjes en zo. Ja. Je vindt het niet leuk hè? Jawel. Je vindt het niet leuk. Jawel. Je kan ook gewoon zeggen dat je het niet leuk vindt. Jawel. Ik vind het echt leuk. Ik heb gewoon moeite met mijn emoties openstellen. Maar ik vind het echt geweldig. Echt, wauw. We zijn even aan het rondlopen, maar we gaan zo de auto in richting het volgende dorpje. Daar wordt het grimmig. Daar wordt het echt grimmig. Grim. Nee, ik had net echt een fantastisch idee voor jullie. Ik heb tegen jullie gezegd, koop iets voor je vriendin. Iets leuks, van de kerstmarkt. Nu ga ik het zelf ook doen. Goed zo. Hey, goed idee toch? Ja, ik had het zelf niet opgekomen. Grapje, natuurlijk wel. Steven heeft ook gelijk iets. Ik heb jullie echt goed gezet. Zo jongens, ik heb ook een cadeautje gekocht. Ella die is helemaal gek van kerst, dus die dacht ik moet iets meenemen. Als ik op een kerstmarkt ben, moet ik wel iets kopen. Dus ik heb nu een leuk sneeuwpoppetje gekocht. Ah. Ah, cute hè? Ik weet waarom jij dit doet. Waarom? Zodat meiden denken van, ah, hij is echt een goede boyfriend. En ja, oe, sowieso. Maar zag ook niet, hij ging ook melden. Een goed idee voor me, hè? Hé, hey, maar jongens, eerlijk. Eerlijk, het was toch gewoon een goed idee? Ja, dat ik heb jullie gewoon echt... Sowieso. Hier, ja, want jij wordt ook nu gewoon... Zeg maar, jij komt nu ook gewoon thuis met iets, toch? Ja. Ja, bro, ik zit je gewoon goed. Ik kom altijd thuis met iets. Ik moet eerst uitpakken en daarna kijken of ik mee kan nemen. Good morning, back to skaten! Ja! We hebben een petje gevonden in de auto. Staat het me? Ja, het werkt wel. Toch? Lijkt een beetje Pietje Bel. Waarschijnlijk wel luizen, man. Luizen? Nee, ik doe hem weer uit. Ik doe hem weer af. Steve, mag je af? Ik kan de auto open, ik wil deze wegleggen. Vincent! Ik wil dit wegleggen! Ben je oké? Okay? Ben je oké? Okay? Little bit sick? A little bit. We worden dus vanavond geslagen door Krampus. Dus dat is top. Lijkt me. Ja, wel lijkt. Ik ben gewoon eenmaal hier naartoe gereisd om klap te krijgen. Dat is wel eigenlijk het hele concept van deze film. Dat is een kostuum. Hé, hey, en hij zei zo dat die mensen die in die kostuum zitten, dat mogen dus alleen maar niet getrouwde mannen zijn. Ja. Ja, het is echt een hele gekke traditie. Dus vanavond gaan we het stadje in en dan worden we geslagen. In de video van Stefan. We lopen dus nu door de stad. We hangen een beetje in een gekke sfeer. Mensen reageren raar, ze kijken ons echt heel raar aan. Ze kijken ook echt raar naar onze camera's.
Yo, echt kapot raak. Deze sfeer is niet oké. Dit is echt leuk. Niet oké. Nou jongens, we zijn weer terug in het hotel. We zijn net even de stad in geweest. Het is chaos. Het is echt chaos. En ik laat mijn camera nu thuis. Het wordt gekkigheid vanavond. We zijn weer terug in het hotel. En we zijn de stad in geweest, centrum, en daar was het echt op een gegeven moment best wel grimmig. En ze kwamen achter ons aanrennen en zo. Maar het is momenteel 11:30. En je hoort ze gewoon nog steeds. Echt lijp, hoor. Echt lijp. Ze zijn er gewoon nog steeds. Ze lopen dus zeg maar met allemaal van die koeienbellen om zich heen en met stokken zeg maar. En dan gaan ze gewoon rennen en gaan ze die bellen schudden. En dan maken ze echt tandenveel geluid. Maar het 11:30, ze zijn gewoon nog steeds bezig. Echt een lijp, echt een rare traditie. Een hele goede morgen. We zijn weer terug in Salzburg, want we gaan hier even ontbijten. Want in een dorpje waar wij waren had je eigenlijk geen lekkere ontbijttentjes. En we hebben goed nieuws. Onze vlucht was gecanceld, maar we vliegen vanavond om 8 uur lekker terug naar huis. Jula, vind je het nog leuk? Wat vind ik leuk? Hier zijn. Ja man, het is echt lekker weer. Het is onze hoed, hè? Je voelt het wel veilig of zo. Lekker weer. Is onze hoed, bro. Dat sowieso, geen krampus meer. En die dingen. Vandaag is vanochtend steeds, hè? Oh ja, vanavond. Ja, maar we gaan niet. Als het goed is, zijn ze hier vanavond ook gewoon weer hier. De Krampus gang. Dat hoeft niet vandaag, joh. Nee, we gaan ze niet meer meemaken, kom goed. Jongens, en het was weer een chaos, want onze car rental konden we niet vinden. Dat was een omleiding van 30 minuten. Maar we zijn er jongens, we zijn er. Echt vreemd jongens, we zijn dus op de airport. Maar we kunnen dus helemaal niks vinden van onze vlucht. We weten gewoon niet waar we heen moeten. Normaal gesproken wordt het gewoon goed aangegeven en zo. Maar we hebben echt oprecht geen idee gewoon. Het is ook helemaal uitgestorven hier jongens. Ik denk dat we vanavond niet kiezen. Dit wordt helemaal niks. De ring wordt afgesloten in 2025. Voor een feest, op de snelweg. Wie, in Amsterdam? Ja. Lijp. Amsterdam 750 jaar. Maar laten we eerst op de snelweg. Maar laten we eerst naar Amsterdam gaan. Nee, ik vind het wel prima. Ja. Laten we eerst zorgen dat we bij in Amsterdam komen. Ja, je hebt echt gewoon fucking achterlijk zijn hier zo. Maar. Ja, maar nee, wij zijn niet achterlijk. Alleen die borden zijn achterlijk. Maar niemand kan het vinden. Kijk, dat je, iedereen loopt een beetje gaar rond. Ja, waarom heb ik dit nooit? Het is ook helemaal leeg. Deze reis is denk ik de meest chaotische reis die ik heb meegemaakt. Oprecht. Wij zijn niet hier, maar het is dus daar. Voel. Maar waar komen we net vandaan? Nou, hier zo. Ja jongens, we mogen naar huis. Potjandori. Maar we weten het nog niet, hè? Misschien dat hij nu nog gecanceld wordt. Dat zou wat zijn. Niet zulke dingen zeggen. Wat zeg je? Niet zulke dingen zeggen. We hebben echt geen zin in dat. We hebben genoeg meegemaakt. We zijn letterlijk in de plaats van... Je weet toch wanneer je een nachtmerrie hebt? Ja. Dan wil je er graag uit. Wij zijn er naartoe gegaan. Real life. Met heel veel cancelings en vertragingen. Dus even goed, zodat alles gewoon doorgaat in één keer. Hé, hey, als je nog een koffer wil... Nee, nu kan het echt niet fout gaan. Boys. Gaat nou niet op ons oproepen. Dit kan niet meer fout gaan. Dit kan 100% niet meer fout gaan. Eindstand komt deze vlog nooit meer online. Hey, die gaat best. Hij ging best soepel, man. Hey, wat kan dat zeggen, bro? Daarna folgt die afwijzing van de gasten en spreekt de kamer als eerste in te stappen. Daarna worden de passagiers opgeroepen. We made it. Hey, oh, daar zijn ze. Hey, welkom thuis. Welkom thuis. Echt leuk. Ah, ik niet verwacht. Hey, welkom thuis, man. Hey, thanks, man. Hey, yeah. Wacht nou, je moet meer terug. Jongens, wat was het toch een avontuur? Zo. Ik denk dat dit misschien wel top 3 raarste dingen is die ik heb meegemaakt. Nee, het was de eerste. Dit is voor mij echt top 1. Ja? Ja. Het was ik weet niet, ik zeg top 3 omdat het veilig is. Ik kan even niet zo snel bedenken wat raarder was. Dat is voor nu eigenlijk wel top 1. Ik begreep het gewoon allemaal niet meer. Maar jongens, ik vond het gezellig. Ja, bedankt. Ik vond het heel gezellig. En wil je nou zien wat er nou allemaal inhoudelijk is gebeurd? Hij heeft een video gemaakt. Jullie kennen hem vast wel. Stefan het Vrietje. Je doet baby's al dan, zo. Hey jongens, tot de volgende keer.